Wat is een sneu? Gaan ze met een blote hand? Hallo allemaal, super leuk dat ik ben. Gelukkig heel veel voor zoveel ik dit kunnen verstaan. Danny, jij moet je achter bezig om. Ik heb geen idee wat ze aan het doen zijn. Maaien. Lawaai maken, nou daar ophouden. Zijn ze aan het lopen? Lawaai maken. Maar wij gaan ze elke keer even naar de dierenarts. Want ja, Elmo die ligt niet lekker nu zo op het terrasje. Maar die moest eigenlijk naar de dierenarts. Want die moet namelijk binnenkort met het pension mee, omdat wij op vakantie gaan. Hij ligt hier nu nog lekker te chillen. Hallo poes. Hallo kat. Je bent weer gelijk helemaal vies. Met hier overal zand liggen, jongen. Overal weer zand. Hoe dan ook, we gaan straks even met Elmo lekker naar de dierenarts. Want ja, vindt hij niet zo lekker, maar dat moet al. Want voor de Politella leert, dan krijgt hij iets voor zijn neus, waardoor hij iets niet kan krijgen, of dat hij geen kat of niet ziekte kan krijgen. Ik heb er helemaal geen verstand van. Ik weet alleen dat hij gewoon naar een dierenarts moet. Ik vind het niet leuk, maar hoort er wel bij. En voor de rest, het is gewoon prachtig weer. Heerlijk. Echt zin in de vakantie binnenkort. Gewoon met mijn vriendin straks. Heerlijk in Portugal. Dan ga ik alles laten zien. Mooie bergen, mooie rotsen. En natuurlijk de vliegtuigvlucht. Want het wordt van mijn vriendin de allereerste keer dat ze gaat vliegen. Dus superleuk ook om aan jullie te laten zien. En gewoon voor mij ook weer. De laatste keer dat ik gevlogen heb was in Turkije. Dat was echt in 2018 of zo een keer. En nu 6 jaar later gaan we gewoon weer met dan naar Portugal. Gewoon, het wordt een hele mooie ja, vakantie. En ik neem jullie uiteraard mee, of we nemen jullie mee. Dus dat gaan we binnenkort echt zien. Nice. Nee, Elmo, ik vind het heel sneu voor mij. Ik moet heel even terug. Ga maar even terug. We gaan even naar de dierenarts. Het is niks ernstig, maar gewoon eventjes je medicijntjes regelen. Oh. Wat is een sneu. Je mag zaak weer uit. Zo, maatje. Ben je gelijk ontwormd? Of gevaccineerd? Ik weet het ook niet meer in augustus. Ja, makkelijk. Ik kon gelijk gevaccineerd worden. Kijk alles in één. Maar we zijn klaar. Maar goed, die dierenarts kwam me toch met verhalen aanzetten. Ik heb natuurlijk verteld dat we naar Portugal zo gaan met vakantie. En als eerste had hij zei, in Portugal heb je Catablanca. Of zoiets, Catablanca, of hoe dat ook heet. En het schijnt een hele schaal met schaaldieren zijn. Boeg. Oftewel, vis schijnt echt een ding te zijn in Portugal. En voor de rest schijnt de bevolking gewoon echt super tof te zijn. Oké. En daarnaast, ja, je schijnt ook in een restaurant te hebben daar zo. Of je schijnt in een restaurant te kunnen zitten. Dat je zeg maar een aquarium ziet. En dan kun je zeg maar zeggen, oh, die vis die achter de andere zwemt, die wil ik wel graag. Gaan ze met een blote hand. Grapje, niet met een blote hand. Gaan ze de vis eruit scheppen. En dan gaan ze voor je fileren. Oftewel, dan zie je gewoon letterlijk de vis, of dan zit je gewoon letterlijk de vis te eten. Die je even een minuut geleden nog leuk voor je rond vond. Nou, ik houd wel gewoon lekker bij een biertje met een pizzaatje of zo. Nou ja, dat zijn allemaal leuke verhalen. Zo, naar de dierenarts is dat echt een topman. Nou ja, dan komt deze tijger mooi eventjes naar de dierenarts. Hè, vriend? Nee, niet bijten aan de planten. Elmo? Nou ja, hij is ook weer klaar voor de vakantie straks. Je kan straks lekker naar de dierenopvang. Zo, ondertussen eventjes een lekkere bakje noedels. Dat is warm. Lekker hoor, met kip. Oké, ik had even een schrik van mijn leven. Ik dacht, ik kon Elmo niet meer vinden. Ik denk, hè, waar is dat beest toch? Zit hij gewoon hier zo. Lui van alles. Ik bedenk, waar is dat beest? Rustig blijven, niks in de hand. Hij zit gewoon hier zo naast me. En toen aan vakantie. Zo, dit was de vlog voor vandaag. Ja, ik weet het. Het is nog steeds een echte korte vlog. Maar wees niet bang. Binnenkort gaan we op vakantie. En dan komen we echt prachtige beelden aan. Dus zorg dat je erbij bent. Abonneer je beneden. En dan zeg ik jullie bij de volgende vlog gewoon weer hier op Mitty. En dan zeg ik zoals altijd ook vandaag. Blijf positief. Geniet van het mooie weer. En tot de volgende vlog. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende vlog. Peace.